Stof en materialen. Soortelijke warmte. Het stukje wat nu komt is eigenlijk totale herhaling voor de derde klas. Soortelijke warmte. Wat is de situatie? Ik heb een bakje water. En daarin heb ik een thermometer gezet. Nou, wat ga ik doen? Ik ga dan vervolgens ga ik een verwarmingselementje, dat is een spiraaltje, waar de stroom doorheen loopt, ga ik in mijn water hangen. En dat verwarmingselementje ga ik koppelen aan een spanningsbronnetje. Er gaat dus een stroom lopen, want er is een gesloten stroomkring. En dat verwarmingselementje dat gaat warm worden en gaat het water opwarmen. Nou, wat ik natuurlijk wil weten is, bijvoorbeeld, hoe lang duurt het voordat mijn water op temperatuur, zodat ik er thee van kan zetten. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen zien als een eenvoudige waterkoker. Een waterkoker werkt eigenlijk precies zo. Nou, wat gebeurt hier nou? Om te beginnen laten we eens even kijken, wat voor energieomzettingsproces vindt er nou eigenlijk plaats? Wat voor energie gaat erin? En wat voor energie komt eruit? Nou, in dit geval is dat een, in het ideale geval, en een waterkoker is, zit heel dicht tegen dat ideale geval aan, kun je zeggen dat de energie wat erin gaat is bijna allemaal elektrisch inderdaad. En wat eruit komt, waar het dan omgezet wordt, is bijna allemaal warmte. Dit is een proces wat nagenoeg een efficiëntie van 100% heeft. Het rendement is bijna 100%, bijna alles wordt omgezet in warmte. Dat is wat er gebeurt. Nou, moet ik dus, om hier eens aan te kunnen rekenen, moet ik dus weten wat bijvoorbeeld elektrische energie is. Nou, wat is energie? E is P keer T. Oké, en wat is dan de P? Wat is het vermogen in dit geval? Nou, we hebben te maken met een elektrische energie. Het gaat om elektrisch vermogen. En je weet, dat is gelijk aan U keer I. En een T blijft erachter staan. Dit is het wat erin gaat. U keer I keer T. Of keer delta T natuurlijk eigenlijk. Ja, want het maakt natuurlijk niet uit waar je begint te tellen. Oké, en dat gaat er in het water. En wat gebeurt er dan? Dat water wordt steeds warmer. Die elektrische energie wordt omgezet in, eigenlijk in bewegingen van de moleculen. En daar, wat, dat noemen we dus warmte. Nou, en dan ken je de formule nog wel uit de onderbouw waarschijnlijk. Die energie, die wordt omgezet in warmte. En die warmte is dan gelijk aan de massa van het water. Want hoe meer massa, hoe meer warmte ik natuurlijk nodig heb. Keer de C, de constante, de soortelijke warmte. Soortelijke warmte. Vind je ook weer een binas in die tabellen 8 tot en met 11 in het begin. Keer het temperatuurverschil. Dus stel je voor dat jij wilt uitrekenen hoe lang het duurt om je water op te warmen van 20 tot 80, tot 100 graden Celsius. Nou, dan is het delta T is dus 80 graden. Die weet je dan. De soortelijke warmte, die zoek je op een binas. Ongeveer 4,2 keer 10 tot de derde. De massa is een kilogram. Die meet je, die weet hoeveel water erin zit. En vervolgens, als je dan de stroom weet en de spanning, dan weet je dus 5 van de dingen. En die 6e weet je niet. De T en die T kun je dan uitrekenen. Dan kun je uitrekenen hoe lang het duurt om dat water op die manier op te warmen. Nogmaals, in principe herhaling van de derde klas.